Heren, ik zie het toch nog te vaak, dit. En het is door de jaren heen mijn persoonlijke missie geworden om dit kwaad de wereld uit te bannen. En ik ben niet zo asociaal om mannen hier op straat om aan te spreken, dus daarom deze video. Welke knoop op je jasje doe je nu dicht en welke laat je open? Blijf kijken. Misschien draag je al jaren pakken en jasjes en heb je geen idee waar ik het nu over heb. En dat is niet zo vreemd, want eigenlijk is het een hele rare regel. Alle knopen doe je dicht, toch? Daar zijn ze voor. Dat leer je als kind al. Maar met een jasje zit het net anders en eigenlijk met een overhemd ook. Als je erover nadenkt, het bovenste knoopje laat je open omdat dat er beter uitziet. Behalve als je een hipster bent natuurlijk. En zo is het met een jasje ook. De onderste knoop blijft open. Ziet er beter uit. En nogmaals, het is geen schande als je dit niet weet. Zelfs James Bond heeft deze fout ooit eens gemaakt. Dus ja, dit is gewoon een van die sluwe regeltjes waar iemand je op moet wijzen. Iemand moet je dit zeggen en je daarmee helpen. En ja, dat is wat wij doen hier bij Klerenmaker Man. Dat is het bestaansrecht van dit kanaal. Dus abonneer je als je niet nog eens een keer zo'n fout wil maken. En waarom is het nou zo van belang dat je dit goed doet? Nou, ik zei het al, het staat beter. Het mooie van zo'n jasje is dat het de sterke punten van je lichaam accentueert en de zwakke punten kan verbergen, kan camoufleren. Een voorwaarde daarvoor is dat je het kledingstuk goed draagt, dus met de goede knopen dicht en de goede knopen open. En hoe dat werkt, dat laat ik je nu zien. Heb ik alleen een overhemd aan, dan kun je mijn afhangende schouders een beetje zien. Je kunt zien dat ik geen gewichten heb en als ik een buikje had, nou, dan had je dat ook snel in de gaten. Maar let nu op wat er gebeurt als ik dit jasje aantrek. Kijk naar het verschil wat je ziet. Oké, afhangende schouders lijken verdwenen. Het jasje geeft structuur aan mijn schouders. De schouders lijken ook een tikje groter. En ja, ik ga eigenlijk ook automatisch een stukje rechterop staan met mijn schouders naar achteren. Dat zijn al gewoon drie voordelen. Maar het jasje hangt nog los. Er is dus nog verbetering mogelijk, want wat we eigenlijk willen is die V-figuur. En daarvoor is dat bovenste knoop. Doe hem dicht en je ziet hem meteen, de V. De borstkas is bedekt en wordt eigenlijk gestroomlijnd door het jasje. Maar nu al pas. Want ons doel is bereikt. De V-vorm zit er dankzij het bovenste knoopje in. En de onderkant die mag en die moet zelfs losse zitten. Wat gaat gebeuren als dit ons knoopje dicht gaat doen? Stel dat ik een buikje had en ik doe dit. Dan speel ik juist weer in de kijker. Terwijl ik dat juist met het bovenste knoopje dicht zo mooi gecamoufleerd had. De onderkant die mag, die moet zelfs losse zitten. Maak niet die fout door het ons knoopje dicht te doen. Dit is het optimale effect. En als je dan toch alle knopen van je jasje dicht gaat doen, dan geef je daarmee onbewust het signaal af van hé, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Let dus goed op, want ik ga in deze video door alle soorten jasjes heen lopen. En per jasje vertel ik je dan wat de regels zijn omtrent het dichtknopen of het openlaten van de knoop op dat jasje. Er komt nog een video aan over vesten en hoe de knopen daar open of dicht moeten. En die volgt binnenkort. Oké, laten we beginnen. Een jasje met één knoop, die zie je weinig. En als je ze ziet, dan is het een jasje van een smoking. En simpeler dan dit wordt het eigenlijk niet, want de knoop die daarop zit, die doe je dicht als je staat en open als je zit. Simpel is dat. Dan het soort jasje wat ik nu zelf ook aan heb, en dat is een jasje met twee knopen. Eigenlijk het standaard jasje. 90% van de mannen in Nederland heeft alleen maar dit soort jasjes in de kast hangen. En hiervoor geldt dat het een raar gezicht is, zoals ik net uitlegde, dat je twee knopen dicht doet. De regel is, de bovenste knoop dicht als je staat, de onderste knoop open. En als je gaat zitten, dan mag ook die bovenste knoop open. Oké, nu we de basics gehad hebben, komen bij een iets zeldzamer jasje. Dat nog regelmatig wordt gedragen door mannen, grof gezegd, boven de 50. En eigenlijk is het jammer, want het mag best wat meer in het straatbeeld voorkomen. En dat is het jasje met drie knopen. Een bekende Nederlander die je er veel in ziet, dat is Theo Hiddema, de politicus. De regel wat betreft drie knoopsjasjes is nog iets ingewikkelder. Je hebt drie knopen, de bovenste is optioneel, die mag dus open en die mag dus dicht. De middelste moet dicht en de onderste moet open. En als je gaat zitten, dan gaat hij helemaal open. Hopelijk weet je nu hoe het zit en maak je niet die ene bekende fout door twee knopen van je twee knoopjesjasje dicht te doen. Die fout, nee, die fout ga je niet meer maken, want jij kijkt naar KMDM. Jij weet hoe het zit met dit soort dingen. Thanks voor het kijken. Like deze video, abonneer je natuurlijk op dit kanaal voor meer video's. En vergeet niet, kleren maken de man.